Ik zag aan hem dat mijn tirade zich lijnrecht door de taalbarrière boorde. Terwijl hij luid allerlei harde en sissende klanken uitstootte, sprong hij op me toe, greep me vast aan de halsopening van mijn t-shirt en trok me zo krachtig omhoog dat ik op de punten van mijn tenen kwam te staan. Zijn vuist sloeg daarbij tegen mijn kin en wrikte die naar boven. Hij duwde me achteruit, zodat ik tegen de auto kwam te leunen. Met zijn gestrekte wijsvinger prikte hij onder mijn kin, waardoor mijn hoofd omknikte en opnieuw plat op het dak kwam te liggen. Weer zag ik niets anders dan de nachthemel, waarin nu het ochtendlicht begon door te breken. In deze houding en met die vinger onder mijn kin kon ik geen geluid meer voortbrengen. Ik beet mijn tanden op elkaar. Tranen, zweet en speeksel liepen langs mijn wangen weg. En in deze bewegingloze seconde zag ik vanaf dat autodak, als geprojecteerd op de vaagroze wolkenslierte, ons bestaan in Amsterdam vormen. Ons paars en oranje gekalkte krot vol wezenloze spullen. Mijn baantjes als loopjongen en schoonmaker via het uitzendbureau. De zaterdagavonden bij Ingrid's ouders met boterkoek en Afro's weekendquiz. Haar wens, waarvan het uitspreken door mij was verboden, dat wij ons zouden verloven. Mijn wekelijkse vluchtmiddagen in een pornobioscoop. Ons geringe aantal vrienden. Mijn stiekeme drankmisbruik. Onze krampachtige kinderseks. En terwijl die beelden langstrokken, besefte ik, en dat besef vergrootte mijn frustratie en ergernis des te meer, dat mijn verzet tegen de carabinière niet voortkwam uit iets wat de Sicilianen mij hadden aangedaan, maar uit schaamte over de armzalige aanblik van mijn leven nu ik 18 was. Ik schaamde me tegenover de Sicilianen, die ik in de afgelopen uren om me heen had gehad, voor wie het zwelgen in levenslust, gezelschap en conversatie zo vanzelfsprekend was. En die schaamte over mijn onvermogen te genieten van mijn eigen jeugd, het plotselinge besef van die schaamte, nu, hier, met mijn hoofd op het autodak en de prikkelende vinger onder mijn kin, maakte me woedend. Opnieuw werd ik doorstroomd door onbeheersbare woede. Retour Palermo. Ja, Retour Palermo. Je tweede boek. Zeker, tweede boek. Wat is het voor een, wat heb je voor een boek geschreven? Ja, dan ga je al snel vertellen wat het verhaal is van het boek. Hè? Ik geloof niet dat het verhaal echt het allerbelangrijkste is in Retour Palermo. Natuurlijk zit er een verhaal in. Kort gezegd is dat het verhaal van twee jonge Nederlanders in de jaren 70, midden jaren 70, een heel jong stel van 18 en 17, dat voor het eerst een grote buitenlandse vakantie onderneemt. En dan meteen ook maar helemaal naar dat verre Palermo. Ze hebben helemaal geen besef van hoe ver dat wel niet is, geografisch, maar ook misschien in manier van denken, cultureel. Ja. Ze maken die krankzinnig lange treinreis en komen daar op dat Sicilië, zetten een tentje neer en er komen allerlei ervaringen over ze heen. Echt, die ze overrompelen en waar ze erin worden meegesleept. Dat pakt ze nogal aan. Ze leven in Amsterdam en eigenlijk een heel ouderlijk leventje voor mensen van die leeftijd. Ze wonen al bij elkaar, al een tijd. Spelen vadertje en moedertje, zoals iemand in het boek het zegt. Hebben een soort het bestaan van een getrouwd stel al. En komen daar terecht in dat bruisende Siciliaanse jongerenleven. En dat gaan ze onbewust mee te vergelijken met hun eigen leven. En dat brengt allerlei processen op gang in hun hoofden, maar ook in hun verhouding, in hun relatie. Dat zijn in een aantal hoofdstukken van het boek volg je die vakantie eigenlijk, die eerste vakantie van die jongeren. En daarnaast staan er drie hoofdstukken in het boek waarin over dezelfde mannelijke hoofdfiguur, alleen is hij dan, loopt hij dan tegen de 50, zoals ik net al zei. En die hoofdstukken vormen eigenlijk een soort aparte novelle in het boek. Drie vertellingen ook weer. Spelen op één dag in
Palermo. Die man is terug in Palermo alleen. Zijn gezin verblijft op een andere plek op Sicilië. En hij is één dag in Palermo om zijn jeugd, iets van zijn jeugd in die tijd terug te vinden. En vooral ook om een beeld te bezoeken. Heeft hij ontdekt, een beeld te zijn opgericht. Een standbeeld, een borstbeeld. Voor een van die hippie vrienden van toen. Die blijkt zo belangrijk te zijn geworden in de loop der decennia. Dat er een beeld voor hem is neergezet. Hij is een heel belangrijke journalist, intellectueel geworden in Palermo. En op die dag besluit hij, wil hij dat beeld gaan zien, gaan bezoeken. In een of ander gebouwtje van de gemeente. En je volgt hem van 's morgens tot het bezoek en de confrontatie eigenlijk ook wel met dat beeld. Dus dat is, je kan niet zeggen, het is een heel duidelijk verhaal met een begin, een hoogtepunt, een spanning. Dat zit er allemaal wel in, maar ik denk vooral in elk autonoom op zichzelf staand hoofdstuk ook weer. Dus ik ook weer een verhaal bedoel je telkens? Elk hoofdstuk is, en dat was ook in mijn vorige boek zo, dat is kennelijk mijn manier van schrijven of vertellen. Elk hoofdstuk is op zich ook weer een redelijk autonome vertelling die je ook wel alleen zou kunnen lezen, die op zichzelf kan staan. Maar in zijn geheel vormt het toch een soort van roman, alhoewel ik voorzichtig ben met dat woord. Ja. Is vorm belangrijk voor jou? Vorm? Ja. Ja. Want dus, laat zeggen, je klinkt alsof je alsof er ook lang over deze constructie is nagedacht. Dat is niet zo. Nee. Vorm is heel belangrijk, maar niet in de zin van dat ik van tevoren een prachtige vorm ga bedenken. Nee, zo werkt dat nooit bij mij. Ik heb ideeën over, natuurlijk wel, heb ik enigszins het idee wat ik wil behandelen in wat ik schrijf. Vanzelfsprekend. Enigszins, zeg je? Enigszins, ja. Meer dan dat is het niet. Dus, tot nog toe, ik heb nog maar 2 boeken gepubliceerd, heeft het altijd veel te maken met wat ik in mijn eigen leven heb meegemaakt. Dat is altijd de basis voor wat ik schrijf. En deze keer ging het inderdaad, wilde ik iets schrijven over de verhouding die ik heb gehad met die Siciliaanse hoofdfiguur uit dit boek. Een jongen van mijn leeftijd, maar die op een totaal andere manier in het leven stond. En die als een soort, die ook echt in mijn leven als een soort model, als een soort, bijna als een soort afgod een tijd lang heeft gefungeerd. Want het boek heeft daadwerkelijk wel iets met jouw eigen leven te maken. Ja. Dus. Ja, heel veel. Ja, dat is zeg maar de basisgegevens. Dus die vele contacten met Sicilië, die lange vakantie, die vele vakanties daar. De contacten met die groep Sicilianen, dat heeft zich allemaal ook echt in mijn leven wel voorgedaan. En ook in je vroege jeugd? Ja, in de periode zo ongeveer. Dus je volgt de jongen van zijn 18e tot zijn 27e ongeveer. En in die tijd was dat bij mij ook gaande, dat Siciliaanse. Ja, ja. En deze held, of deze, hoe zal ik hem noemen? Wie van de twee? De Siciliaan? De Siciliaan. Ja, ja. Dat, is ook een, dat was een reëel bestaand iemand in jouw verleden? Of is dat een Nee, dat was een bedachte. Dat, nee, dat was een roman. Dat was inderdaad een heel goede en intieme vriend van mij, die ik natuurlijk helemaal niet zo vaak zag. Hij woonde op Sicilië en ik in Amsterdam. En veel geld om die reis te maken hadden we geen van beiden. Dus we zagen elkaar, als wij vooral in Amsterdam genoeg gespaard hadden om die reis weer te maken. Dus, en dat was zomers dan vaak. Dan verbleven we bij hem thuis. Ik was toen ook echt ook met een meisje dat ook wel lijkt op de hoofdfiguur, dat meisje in het boek. Verbleven bij hem thuis vaak. En leefde met hem mee in het Siciliaanse leven dat hij leed. Hè? Dus hij verkeerde in heel interessante kringen voor een buitenlander om te leren kennen. Namelijk? Nou ja, hij, in de journalistiek vooral. Hij werkte, na zijn studie is hij al heel snel bij een krant terechtgekomen, bij Lora. Dat is een heel belangrijke krant geweest op Sicilië. Hij bestaat niet meer, maar was in de jaren 50, 60, 70, 80 ook nog. De enige echt onafhankelijke krant van
Palermo. Het is zelfs een Palermitaanse kant. Ik had dat hij niet eens heel Sicilië te krijgen was. En dat was natuurlijk heel belangrijk, want het is een stad die vooral in die tijd, en nog steeds natuurlijk wel, waar het ongelooflijk moeilijk was om onafhankelijk journalistiek te bedrijven. Hè, met, want gevaarlijk. Gevaarlijk. Politici die daar niet van gediend waren, bestuurders, mafiosi natuurlijk. Dus dat was gevaarlijk werk. En dat was een groep journalisten die dat heel lang heeft volgehouden. Financiering was natuurlijk altijd moeilijk. Als die maffia, ja, of wie dan ook, je niet met geweld kan dwarsbomen, dan doen ze dat via financiering. Maar ja, dat is heel lang is dat toch goed gegaan. En Sandro heeft, dus Sandro, die figuur in het boek, had dezelfde voornaam als die vriend. Dat, ja. Die, hij werkte bij die krant. En dus wij werden wij kwamen binnen in kringen van journalisten die heel direct in hun eigen samenleving en actualiteit stonden. En daar erg veel van wisten en daar veel en een heel levendig leven leiden, stel ik me zo voor. Enorm, ja. Dus dat was geweldig om dat in de zomer een paar weken of een maand mee te maken. Het waren ook helemaal geen klassieke vakanties naar Zuid-Europa in de zin van dat je heerlijk aan het strand gaat liggen en van de zee. Dat gebeurde af en toe, maar meestal waren het dit soort dagen met die groepen jongeren verkeren samen met ze eten en in hun huizen veel van ze horen en met ze praten. Ja. Ik heb jouw boek gelezen als een boek over bevrijding of misschien is een beter woord wel ontwaken. Klopt ja. dat? Ja, dat klopt zeker. Dat... Kan je uitleggen waarom dat klopt? Dat is eigenlijk wel goed ook naar mijn eigen leven terug te brengen. Wat je in het boek ziet, dat is een ontwikkeling die ik persoonlijk ook heb doorgemaakt. En dat had inderdaad veel te maken met die contacten met de Sicilianen. Toen we nog met z'n tweeën waren, waren inderdaad ook zo'n beetje zo'n ouderlijk paardje. Hè? Dat dachten we, nou eigenlijk hebben we ons jeugd er wel zo'n beetje op zitten al in begin 20. En wij kwamen daar en daar bleek nog zo ongelooflijk veel meer te bestaan aan jeugdleven en aan aan dingen die je kon doen, ontwikkelingen die je kon doormaken. Daar zijn we in die zin, althans dat geldt voor mij, zijn we inderdaad wat jij zegt ontwaakt op zekere manier. En dat heeft weerslag gekregen in de manier waarop ik dit verhaal vertel natuurlijk. Ja. En het ontwaken is dat je jong bent en dat er plotseling tot je doordringt dat er veel meer is dan er lijkt te zijn. Ja. Ik denk het wel, ja. Dat je ziet welke domeinen van je persoonlijkheid je veronachtzaamd hebt, zou ik maar zeggen. Wat er nog meer in je kan zitten. En maakt bijvoorbeeld de literatuur daar deel van uit? De literatuur? Al, ja, in die fase van je leven? Je bedoelt, ben je toen eigenlijk eens goed gaan lezen? Nou ja, het intellectuele, dus zeg maar de liefde voor denken en redeneren. Inderdaad ook wel schoonheid van literatuur. Scheppen misschien? Ja, zeker. Want ik zag natuurlijk de mensen daar, die waren continu bezig met stukken schrijven en ook wel boeken. Ja, en ik was toen, ik deed allerlei suffe baantjes. Ik was echt gesjeest met studie en school. En in een soort carousel van uitzendbaantjes terechtgekomen. Maar gesjeest ook vanuit een soort sluimer of slaperigheid? Die studie. Ik ben ooit pedagogiek gaan studeren. En dat bleek ik veel te jong voor te zijn. Vooral in de tijd dat ik dat ging studeren in 1974 was die hele. Vooral die faculteiten die waren ongelooflijk dolgedraaid met democratisering, radicalisering. Ja, dat waren vergaderfaculteiten. Je rende van de ene protestbijeenkomst naar de volgende. Niks en kinderen helpen of opvoeden? Nee. Dat bedoel ik was 18 en had het idee dat ik dat graag wilde. Inderdaad, met kinderen werken, omgaan.
Het was in de journalistiek niet anders, overigens. Was in de journalistiek niet anders. Nee. Nee, dat zal wel, ja. Dus dat was toen mislukt. En toen, ja, toen had, is het, ben ik... Ja, dat waren ook gewoon praktische dingen die misging. Ik moest toen in militaire dienst. En ook dat heeft me een beetje doen ontsporen, ik maar zeggen. Ja. Want jouw eerste boek verscheen in 2007. Ja. Toen was je... Ja, was ik ook al oud. 50 jaar. Begin 50. Ja, ja inderdaad. Ja. Nee, ik ben natuurlijk heel laat gedebuteerd. Ja. Maar is dat onderdeel van... Ben je een leven lang bezig geweest met ontwaken? wil ik je bijna vragen. Dat is wel heel mooi, ja. Vragen. Ja, maar goed. Ontwaken is natuurlijk niet alleen maar gaan schrijven. Ik bedoel, er zijn natuurlijk andere ontwikkelingen in mijn leven geweest... Die ik ook als heel positief en waardevol en verrijkend beschouw. Dat schrijven, nou ja, liefde voor de literatuur, die is er altijd wel geweest. Maar zelf ja, actief gaan produceren, dat is inderdaad iets van de laatste, ja, wat is het, 5, 6 jaar, denk ik. Zo recent. Wat zeg je? Zo recent. Ja, ik heb wel in vroeger jaren geschreven, maar dat waren vooral heel lange brieven. Die echt wel zich ontwikkelden tot korte verhalen en beschouwingen, ja. En wat maakte dat je met dat schrijven, met dat schrijven begon? Mm. Oh ja, nou dat is... Dat is eigenlijk de zegen van het internet. Ja, dit komt misschien ook op internet, maar daar heb ik het eigenlijk wel aan te danken. Ik ben begonnen ergens in 2005 of zo... met verhaaltjes... met zo'n blog. Het aanmaken van zo'n blog. Zo'n internetblog. Ik dacht, hoe werkt dat nou? Het e-mail, dat beheers ik nu. Maar je hebt ook allerlei mensen die hebben een blog. Die schrijven stukjes. Dat moet ik toch ook kunnen? Dus alleen maar het maken van zo'n ding. Dat is 2002, 2003 hebben we het al. Ja, nou, het later nog. 2004 nog wel, ja. 5. Hoe doe je dat? En toen bleek dat heel eenvoudig te zijn. En gratis. En toen, dus als je iets tikte, dan stond het heel mooi meteen... mooi vormgegeven op je scherm. Dat is aardig, weet je wat. Ik ga af en toe een stukje tikken. En dat heb ik gedaan eerst. Dus de magie van de schoolkrant heb ik zelf als gevoel bij gehad. Zo kan je het zeggen, inderdaad, ja. En in het begin waren dat, zoals mensen dat nog steeds zo'n stukje zo van alles. Wat heb ik gezien? Er zaten zwervers op de bank te drinken in het park en wat leuk. En ze zagen er zo en zo. Wat was je maatschappelijke rol op dat moment? Was je gewoon in een baan? Of? Ja. Ik werkte fulltime bij het Italiaans Cultureel Instituut. Ik heb Italiaans gestudeerd en ook heel lang gewerkt in de sfeer van het Italiaans. Dus die stukjes die ging ik zo tikken. En allengs merkte ik dat ik het leuk vond om te schrijven over mijn jeugd op het Bikkerseiland. Ik ben geboren en opgegroeid op het Bikkerseiland in Amsterdam. Dat is een heel klein stukje van de stad, een van de drie westelijke eilanden, heette die, achter het Centraal Station. Bikkerseiland, Prinseneiland en Realeiland, die liggen zo keurig bij elkaar. En ik ben geboren op dat Bikkerseiland. Dus het is echt piepklein, is misschien niet eens 1 vierkante kilometer, echt heel klein. Dat heb ik natuurlijk als kind me nooit gerealiseerd, maar dat was toch een heel opmerkelijke buurt. Een enorme achterstand en armoede nog tot ver in de jaren 60, begin jaren 70 was dat zo. Dat was een arbeidersbuurt, zoals het toen heette. Ja, een volksbuurt. Ja, zeker. Ja, arbeidersbuurt, ik denk dat je het zelfs nog wel een niveautje lager... want het waren vaak mensen die losse handel hadden... en die wat aan de boten achter in de gracht aan het schilderen en werken waren. Er zaten niet eens echt fabrieken of... daar ben ik opgegroeid... En ik begon stukjes te schrijven, herinneringen aan, echt gewoon herinneringen aan wat ik had meegemaakt. Hoe de sfeer was, hoe de mensen leefden. En niemand las dat natuurlijk, want ik gebruikte dat blog alleen maar om het te bewaren. Om het niet op papier te hoeven zetten.
En toch is dat ooit een keer gelezen door mijn toenmalige schoonzus. En zij werkte bij een literair blad. Dat zat in de redactie van de Tweede Ronde. En ze vond dat zo interessant dat ze toen ook andere redactieleden dat heeft laten lezen. En die hebben me toen uitgenodigd om een echt verhaal te schrijven op basis van dat materiaal. Dus gesitueerd op dat Dikkerseiland. En dat heb ik toen gedaan. Dat is het Dempie, heette dat verhaal. En dat is gepubliceerd in de Tweede Ronde. Dat was voor mij al natuurlijk een ongelooflijk onvoorstelbaar feest, dat zomaar iets in druk verscheen wat ik had geschreven. Ja, een feest natuurlijk. Maar... Een feest, en je klinkt ook alsof het een verrassing was. Ja, een volslagen verrassing natuurlijk. Ja, daar kon ik me echt helemaal niet voorstellen dat het aardig of mooi genoeg zou zijn om in zo'n gerenommeerd blad met zo'n geschiedenis een plaats te krijgen in de Tweede Ronde. Nee, dat was geweldig. Maar ja, het wonder werd nog veel groter, want dat verhaal werd gelezen. Dat blad, de Tweede Ronde, was net overgenomen door een nieuwe uitgeverij. Dat zat eerst bij Van Oorschot. Die kon dat niet meer financieren. En toen is het overgenomen door uitgeverij Moeria. Kleinere uitgeverij in Amsterdam. Bestaat nog niet zo heel lang. En de redactie van de Tweede Ronde, die hebben toen de directie van die uitgeverij gewezen op mijn verhaal. Omdat ze dat kennelijk de moeite waard vonden om onder hun aandacht te brengen. En ze hebben me toen uitgenodigd voor een gesprek en gezegd, wil je niet doorgaan en een boek maken? Dus meer schrijven over dat Bikkerseiland, of zeg maar een boek gesitueerd in die tijd op het Bikkerseiland. En ja, daar kwam echt een echt contract uit. En toen heb ik zondagsgeld in niet al te lange tijd geschreven. Het is ook niet een heel dik boek, maar ja, het is redelijk snel uitgekomen. En zou je kunnen zeggen dat zondagsgeld het einde beschrijft van je kindertijd? Ja. Of markeert? Ja, dat einde markeert. Beschrijft. Dan gaan we toch. Moeten wel even duiden. Het is natuurlijk niet pure autobiografie. Ik heb altijd als een soort standaard term gebruikt. Het is gefictionaliseerde autobiografie. Het is natuurlijk gebaseerd op beelden en herinneringen uit mijn eigen leven. Maar ik heb er fictie van gemaakt, omdat ik dat wil. Ik wilde dat verhaal, een verhaal, op een bepaalde manier vertellen. En heb er dingen bij verzonnen. Ik heb de chronologie veranderd. Soms zijn er momenten uit mijn leven die op een andere leeftijd zijn gebeurd, die ik heb geplaatst bij dat jongetje van 11. En soms zijn sommige dingen zijn ook helemaal niet gebeurd. Maar over het algemeen, die zondagsgeld is natuurlijk wel redelijk overwegend autobiografisch. Dat is zo, ja. Ik vraag het omdat ik bij het lezen van dit boek het gevoel kreeg dat dit de fase daarna misschien wel afsluit. Of schoon gefictionaliseerd, neem ik onmiddellijk aan. En dat roept de vraag op of je... Nog verder kan. Of, nou, jou, nee. Of je over iedere 10 jaar van een mensenleven zo'n roman kan schrijven. Ja. Ja, dat weet ik niet. Dat is geen bewuste constructie of geen bewuste keuze geweest om het zo te doen. Nee, maar ja, je komt toch al snel, als je gaat schrijven, heb je toch het idee, het moet toch langzaam ergens naartoe gaan, hè? Naar een soort naar een slot. Alhoewel ik inderdaad, zoals ik net al zei, absoluut niet werk met schema's, maar gaandeweg, je schrijft door, denk je, het moet nu toch ergens toe gaan leiden. Dan kom je tot een soort afsluiting die misschien van het boek is en niet per se van mijn leven. Begrijp je? Dus dat kan dus gewoon. Ja, de vertelling legt je dat op, of je manier van vertellen. En dat valt toevallig samen met het einde van de levensfase. Ja, zeker. Ja. Kijk, we hebben dat geloof ik ook op zondagsgeld op het achterblad gezet. Een jongen beleeft het einde van zijn kindertijd. Dat is ook zo. Dat jongetje volg je in zijn 11e
levensjaar, het aantal episodes worden verteld van in zijn 11e levensjaar. En in dat 11e levensjaar heeft hij de gewaarwording, plotseling, die komt eigenlijk uit het niets over hem heen vallen, dat hij niet meer past of niet meer op zijn gemak is in zijn eigen milieu, tussen zijn eigen familie en op dat Bikkerseiland, terwijl hij helemaal geen andere wereld kent. En er is ook helemaal niet echt een directe aanleiding. Het lijkt, en zijn verwarring daarover en zijn gevecht daarmee, dat is, ja, dat volg je in Zondagsgeld. En afsluiten, ja goed, dat denk je. Het heeft natuurlijk gewoon een laatste episode, een laatste hoofdstuk, waarin een laatste scène, zoals ook natuurlijk Retour Palermo het heeft. En waarin ook iemand zich niet meer thuis voelt in zijn oude leven. Zeker. En die, zo'n laatste scène, daar heb ik in de... Ja, ik denk dat veel schrijvers hebben toch de neiging om die accent te geven. Om die, en daar kan je in lezen, nou, nu is hij er echt helemaal uit of zo. Maar of dat nou precies zo is, dat weet ik niet. Iedereen mag dat lezen zoals hij wil natuurlijk. Ja. Schrijf je nog steeds op zijn blogs? Nee, daar ben ik. Nee, die blogs, dat doe ik niet meer. Nee. Misschien moet ik dat ook weer eens op. Nee, hoe gaat dat dagelijkse nu intikken van. Ik twitter wel. Dat heb ik gezien, maar ja. Hoe gaat dat nu? Met schrijven? Ja, ik wil zo snel. Ik heb plannen voor een derde boek. En ik heb ook wel goed in mijn hoofd wat ik wil. Het is zelfs zo dat ik. Ja, dat is een beetje technisch, maar als je twee boeken hebt gepubliceerd, kan je een soort subsidie, een werkbeurs aanvragen bij het Letterenfonds. En daar ben ik mee bezig. En daarvoor moet je natuurlijk het plan voor een nieuw boek voorleggen. En ik heb erg veel zin om daarmee te beginnen. Dat ik wil. Ja, het gaat een beetje ver om dat allemaal. Mm. Maar het basisgegeven heeft te maken toch ook weer met met iets uit mijn eigen leven. Met mijn verhouding tot mijn vader vooral. Die jong is overleden op zijn 52ste. Nadat hij al 10 jaar ziek was met een hersentumor. Dus heel erg ziek. En hij zelf had geen contact meer met zijn vader, met mijn grootvader, ook al sinds zijn 17e niet. Terwijl die man nog leefde. Die woonde ook gewoon in Amsterdam. Het is een Groningse familie, maar ze zijn naar Amsterdam gekomen direct na de oorlog. En toen mijn vader echt zou gaan sterven, dus nog maar een paar maanden te leven had, toen is er weer een ontmoeting geweest tussen die twee. Dus een soort verzoening heeft er plaatsgevonden. En ik was daar niet bij. Ik heb dus die opa ook nooit gezien. En toen die verzoening had plaatsgevonden, die ontmoeting had plaatsgevonden, wilde mijn vader erg graag dat ik ook zijn vader zou ontmoeten nog in zijn leven, in mijn vaders leven. En dat is door mijn slapte en het uitstellen steeds maar en lamlendigheid is dat niet gebeurd. Dus mijn vader is overleden zonder dat hij dat heeft beleefd. Ja, dat is wel heel, heel pijnlijk. En juist, ja, die pijnlijkheid, die schaamte daarover, dat wil ik gebruiken als een soort, ja, als de basis, om als de bron om uit te gaan schrijven. En dan vooral, en daar heb ik natuurlijk ook wel een bepaald verhaal in mijn hoofd dat ik wil vertellen. Ja. Heeft het schrijven een functie? Bedoel je voor mij in mijn leven? Ja, dat is zeker. Dat heeft een functie dat me heel erg gelukkig maakt. Bijvoorbeeld, ja. Ik vind het loodzwaar werk. Is het lijden, ja? Ja. Dus ik schrijf heel moeizaam. En ik zie er ook ongelooflijk tegenop, tegen die schrijfsessies. Vlucht er vaak voor weg. Maar ik heb wel geleerd om dat, na twee boeken, om dat minder te doen. Dus dat om minder te vluchten. Kan die neiging beter onderdrukken dan minder te vluchten. Maar het schrijven vind ik heel zwaar. Ja, ik schrijf ook heel langzaam en formuleer elke zin heel zorgvuldig. Ik kan dus niet eerst snel iets opschrijven, zodat ik misschien de gedachte heb gevangen en het dan keurig beter gaan formuleren of mooier. Nee, dat werkt niet. Een zin moet echt goed zijn en precies zoals ik hem wil.
wil ik verder kunnen aan de volgende. Dus dat is, ja, dat is vrij kwellend natuurlijk als je zo zit te werken. En maar toch, zo gaat het. En toch maar, word je er gelukkig ja, van. Ja, ja, ja. En wat maakt je er dan gelukkig ja, van? Ja, als het lukt, dat maakt me gelukkig. En ja, het is, ik heb geleerd dat het over het algemeen, dat je dat lukken wel kan afdwingen. Het is toch ook een kwestie van echt goede concentratie. De kracht om te blijven zitten en door te werken. Als je die discipline kan opbrengen, althans dat geldt voor mij, en ik heb een middag of een ochtend of wat langer, dan kom ik wel tot een aantal woorden die me ook voor die dag, zeg maar, dat geluk kunnen geven. Een aantal hoeft helemaal, woorden? Ja, hoeft helemaal niet, dus het is vaak helemaal niet veel, maar ja, niet 3 of 4. Maar het zijn er ook niet 800 of 900. Het zijn het meestal zo rond de 500, 600 zo. Ja, en dat blijft dan ook niet allemaal staan. Dus vaak is het nogal een beetje minder. Maar genoeg om te denken van, nou, dat is een welbesteden dag geweest. Ja, ja. Heb je voorbeelden eigenlijk in de literatuur? In de literatuur. Ja, ja, zeker wel. Ja, natuurlijk, ik ben heel lang, maar dat is nauwelijks nog origineel te noemen, heel lang een Reven adept geweest. Een enorme literaire held. Maar je hebt dat ook allemaal paraat, dat alles wordt duurder, maar niet goedkoper en zo. Die tijd heb ik wel gehad, dat je ook, daar had ik zo'n vriend die ook dat in Reven was en dan gooi je in elkaar steeds dat soort dat eet niet lekker voor een man. Toe. Ja. Ja, ja. Dat, eerlijk gezegd ben ik daar wel erg op teruggekomen hoor. Ik vind niet alles meer even prachtig van Reven, nee. Ik zie ook wel, ik ben nu wat dingen aan het herlezen, zie ik ook wel dat hij zich er wel heel vaak van heeft afgemaakt, ja. Daar lezen we overheen, omdat hij... Daar las je overheen uit bewondering? In die tijd, ja, zeker. En, maar ja, nu ik misschien ook wel doordat je zelf aan het schrijven bent en ziet van... wat verdikker, is eigenlijk helemaal niet zo goed geschreven, die Alinea. Met wat stoplappen hier en daar. En dat is allemaal wel aardig en leuk, maar het niet echt het echte schrijven. Nou, oké. Okay. En wat je bij Reven overhoudt dan, is dat hij geestig is, of... Nee, die man heeft natuurlijk geniaal. Een schrijver beoordeel je op zijn hoogtepunten. Okay. Vooral op, en die zijn natuurlijk, daar kan ik niet aan tippen wat hij heeft gedaan. Een andere literaire held, die is helaas ook al dood en veel te jong. Dat was Frans Kellendonk. Ik houd erg van het werk van Kellendonk. Ja. Dat is echt een groot voorbeeld. Als stylist ook, maar ook in zijn manier van zijn helderheid van denken. En gewoon literair prachtig, prachtig werk. Ja. Ben je beïnvloed? Veel te weinig gelezen. Ben je beïnvloed ook? Wellicht. Ja, ik denk dat ik beïnvloed ben in de zorgvuldigheid van formuleren. Dat moeten andere mensen natuurlijk maar verder beoordelen. Maar dat heb ik, als je de zinnen van Kellendonk ziet, die zijn ook altijd puntgaaf. En ik probeer toch ook altijd wel, wel zorgvuldig te formuleren. Vandaar ook dat trage. Ik schrijf traag. En ik denk ook dat wat ik schrijf een zekere vertraging geeft, denk ik, hoor, bij de lezer. Het zijn niet echt boeken die je doorjast zo. Hè? Zoals die lekker snel... Het is niet verschrikkelijk zwaar. Maar ik denk dat het toch de moeite waard is om wat rustiger... Zo'n alinea door te gaan, hoop ik in elk geval, ja. Yeah.